Welkom bij de CryptoCast nummer 127. Hoi Madelon. Hoi Herbert. Ik wil ondertussen nog even mijn koptelefoon aan het goed zetten. Maar volgens mij zit die. Je koptelefoon moet goed staan. Als je koptelefoon maar goed zit. Ja, precies. En welkom Paul Buitink. Ja, leuk hier te zijn. Je bent hier voor het eerst. We zaten er net over na te denken. Sinds 2 jaar of daaromtrent. Want je was hier eerder, we waren het al bijna weer vergeten. Leuk dat je terug bent. Ja, leuk om weer terug te zijn. Ja. En waarom je hier terug bent, daar gaan we, nou ja, het gaat over de depositobank enzovoort. Komen we straks op. De vaste onderdelen, wij geven geen beleggingsadvies. Je kunt ons zien op YouTube. Dat is mijn, koptelefoon trouwens. Hè? Jij bent één, Madelon. Ja, we zitten nog even de koptelefoons bij te regelen. En Madelon ziet dat ze daar staat. Dus dat is, ja, zo beter. Anders knalt Herbert zijn stem door mijn oren heen. Ja. Maar zo is het goed. Top. Leuk. En we zitten op YouTube, was ik aan het zeggen. CryptoCast.nl. Ja, zeker. Ja, de kijkacties die reizen de pan uit. Dankzij Arno Wellens en Kees de Kort. Kijken of Paul Buitink daar het zijn aan bek. Dat is wel een enorme druk om mijn schouders. Ja. Deze illustere mannen het lat ligt hoog. Oké, laten we maar gewoon naar de prijsanalyse gaan. Madelon, er is genoeg om over te praten volgens mij. Ik voel wel een klein beetje de druk nu. Want ik zag van de week een tweet van jou, van Paul, voorbij komen. En dat was een tweet waar eigenlijk in stond, nou ja, ik zeg eigenlijk niks over de prijs. En als ik het doe, dan doe ik het toch niet. Want ik wil er gewoon niks mee van doen hebben. Dus ja, ik voel nu wel een beetje een druk op mijn schouders. Maar goed, we gaan het hebben over de prijs. We hebben natuurlijk gezien dat de koers van Bitcoin fors uitgebroken is nadat we die grote driehoeken hebben gehad. En op basis daarvan konden we een koersdoel berekenen. En Bitcoin is nu op weg, opwaarts. En dat gaat met, nou ja, horten en stoten, zoals we al hadden gezegd. Ja. Een top rond de $12.000. En momenteel hangt de koers rond de $11.715. Die heeft even kortstondig een adempauze gehad. Zolang we niet onder de, $11.000 komen, dan is de richting omhoog nog steeds positief. Wel nog even onthouden die CME futures van vorige week waar we het over hadden. Oh, die hangen nog steeds boven de markt. Ja, die gap die is er nog steeds. Die is nog niet geclosed, want we zijn nog niet terug geweest naar die 9.700. Dus dat is nog een mogelijkheid. Maar nog steeds, ik zou zeggen, ik ben ontzettend bullish. En we kunnen verder omhoog. Ja, mooi. Ja. Heb jij daar eigenlijk commentaar op, Paul? Bemoei jij je nog met koersen of vind je dat niet interessant? Nou ja, Madelon zei het al, ik tweette van de week dat ik eigenlijk zelden iets over de bitcoinprijs zeg. En als ik het doe, zou ik het eigenlijk niet moeten doen. als je lang in bitcoin zit, dan heb je zoveel bubbels en prijsstijgingen, prijsdalingen en crashes en ellende meegemaakt. Dat op een gegeven moment ben ik ermee gestopt. Maar ik vind het leuk om naar Madelon's dichtgelhoede-analyse te luisteren. maar ik onthoud me van enige voorspelling over de prijs. Heel goed. Ik heb wel eens iets getwitterd over, op het moment dat de bitcoinprijs een paar honderd dollar omlaag ging, werd ik onmiddellijk vermaand door een paar oude rotten die dan zeiden van wie zich nou nog druk maakt over 10% meer of minder op een dag. Ja, dat moet je aankunnen inmiddels. En dat is natuurlijk ook zo. Gewoon maar nieuws dan. Heb jij nieuws voor ons, Paul? Ja, dat is dan misschien weer een beetje tegenstrijdig. Maar ik heb wel prijsnieuws, maar dan gaat het over de goudprijs. En dat is natuurlijk toch een beetje de original gangster van het vrije marktgeld. Bitcoin werd ook niet voor niks digitaal goud genoemd, omdat het in zekere zin vergelijkenissen toont met goud. En bij goud hebben we deze week gezien dat de prijs boven het oude record van 2011 ging, namelijk van $2000 per troy ounce. En bij goud vind ik het dan wel weer noemenswaardig, omdat we de prijsactie daar natuurlijk minder zien dan bij Bitcoin. En ik denk dat het een veegteken is en dat het genoeg zegt over de stress in het internationale financiële systeem. En dat gaf ook nog extra cachet voor mij, omdat ik bij de vorige recordprijs in 2011 werkte ik voor een goudhandelaar en heb ik dat heel erg intensief meegemaakt hoe toen een bullmarkt was en hoe we toen ook allemaal dachten van er komt hyperinflatie aan vanwege de vorige crisis en we moeten allemaal naar het goud. Nou, die hyperinflatie is niet gekomen, maar nu zitten we eigenlijk weer een beetje in hetzelfde schuitje. Alleen dit keer vind ik de situatie nog wat nijper dan 9 jaar geleden. Ja. Realiseer me nu dat ik eigenlijk niet heb verteld wat jij bent. Jij bent econoom en je bent bitcoin-pionier. Hè? Dat heb ik even. Ja, dat is een mooie vrije vertaling. Ik ben bedrijfseconoom en ik zit nu in de kredietverzekering. Maar mijn hobby is nog steeds monetaire hervorming. Daarom was ik bezig met de depositobank. En bitcoin was ik inderdaad in 2011 was ik daarmee bezig. Dus ook alweer 9 jaar inmiddels. Pionier in die zin. Maar ik ben zeker geen technisch expert. Maar vooral vanuit economisch perspectief vind ik het heel interessant. Ja, precies.
Madelon, wat is jouw nieuws? Ja, ik was nog heel even benieuwd, want jij hebt het in het bijzonder over goud. De koers van goud is natuurlijk relatief gezien best wel fors gestegen. Maar de koers van zilver ging ook fors naar boven. Heb je daar dan ook nog een verklaring voor? Ja, ik heb gisteren toevallig een heel lang gesprek opgenomen met Willem Middelkoop voor Café Weltschmerz. En zilver heb ik me nooit zo heel erg in verdiept. Ik ben ook niet zo overtuigd van de monetaire rol die zilver nog zou kunnen spelen. Dus als zilver stijgt, heeft dat vooral denk ik te maken met industriële vragen wellicht of speculatie. Mm-hmm. Want kijk, goud heeft nog een hele duidelijke rol in het financiële systeem. Ja. Centrale banken houden het aan. Steeds meer centrale banken kopen ook bij of repatriëren. Dus dat er een monetaire rol voor goud nu is, is duidelijk. Voor zilver zie ik dat niet, want we betalen niet meer met zilveren muntjes. Want als je zilveren monetaire rol zou toedichten, zou je het ook kunnen zeggen over koper of nikkel of andere metalen die in het verleden zijn gebruikt. En kun geld. Je dan nog iets stellen ten aanzien van, ze zeggen wel eens, zilver is poor man's gold. Dus dat de wat armeren toch uitwijken richting zilver in plaats van goud? Ja, daar zou je nog een argument voor kunnen maken, dat je natuurlijk wat makkelijker zilver aanschaft. Mm-hmm. Goud dan voor 100 gram of betaal je natuurlijk al heel veel. Ja. Je kunt ook kleinere eenheden aanschaffen. Maar je kunt natuurlijk ook in een ETF kopen of anderszins digitaal goud aanschaffen. Dan niet bitcoin, maar het digitale goud. Dus in die zin is het argument van poor man's gold. In deze digitale tijd is het misschien niet per definitie goed. Maar als je het echt thuis wil houden en je wil fysiek edelmetaal hebben, dan is zilver natuurlijk makkelijker om in te stappen. Dus in die zin zou je het misschien kunnen zien nog als poor man's gold. Maar zijn de koersen van goud en zilver niet redelijk gekoppeld? Met zilver heb ik wel eens begrepen, ik geloof van Willem Middelkoop, met iets heftiger koersbewegingen. Anderen, om de vraag anders te stellen, bewegen ze eigenlijk ooit wel eens tegengesteld? Nee, ze bewegen zeker samen. Het vorige zilverrecord was rond de 50, ook diezelfde tijd dat goud door het dak ging. In die zin is het wel vergelijkbaar met crypto. Gaat bitcoin omhoog, dan zie je de altcoins ook vaak omhoog gaan met vertraging en volgens gaan ze harder omhoog dan bitcoin. Diezelfde dynamiek zie je ook wel op de edelmetaal markt. Ja, oké. Maar dat was een vervolgvraag van jou, ja. Madelon, toen ik eigenlijk vroeg wat jouw nieuws is. Ja, ik heb hem nu natuurlijk net weggeklikt. even kijken hoor. Anders begin ik hoor. Ik had nieuws over Ledger. Er was natuurlijk vorige week een veiligheidslek bij Ledger. Er waren, nu weet ik even niet meer uit mijn hoofd hoeveel precies. Misschien kan jij me daarbij helpen, Herbert. Maar er waren in ieder geval zoveel miljoen woonadressen gelekt. Ja, vrijgekomen. Ik weet niet meer hoeveel dat er waren eerlijk gezegd. 1 miljoen. Ik ga het gelijk even opzoeken. Kijk, dat heeft natuurlijk vervelende gevolgen. We hebben het daar toen niet uitgebreid over gehad. 1 miljoen mailadressen en 9500 huisadressen ging het om. En er werd steeds meer duidelijk waar dat nou achter weg kwam. Want toen dit plaatsvond, zaten wij net in de opname. Dit blijkt een lek te zijn. En op het moment dat je je Ledger bestelt, dan laat je natuurlijk je e-mailadres achter. En in sommige gevallen ook je huisadres. Je laat het naar je huisadres sturen. Als je gestuurd moet worden, zeker. Ja. Precies. En dat is wel heel erg naar op het moment dat hackers, want dit is buitengemaakt door hackers, dat die erachter komen waar je woont. Want dat dan is kunnen een ze adres waar iemand inbreken. Ja. Precies. En dat is iets wat je eigenlijk niet zou willen. En nu opnieuw is er bij Ledger weer een veiligheidslek. En ditmaal in de app. En ik zit nu eventjes te kijken waar het ook weer stond. Hier wordt uitgelegd wat een Ledger is. Even kijken hoor. Ik kan het zo 1, 2, 3 even niet meer vinden. Maar het ging over een lek in de app. En het ging om datalek. En dat hebben ze erkend op Twitter. Ze hebben nu een update uitgerold om het lek te dichten. Dus het ging echt om een lek aan de achterkant waar hackers in zouden kunnen komen. Nou, dat is gelukkig niet gebeurd. En nu raad ik iedereen aan om zo snel mogelijk te update. Nou, om zo snel mogelijk die update te downloaden in ieder geval. En verhuizen, dat wordt een beetje lastig. Maar goed, berg in ieder geval je Ledger goed op. Het is heel naar dat dit gebeurt. En voor de tweede keer in 1 week, dat is niet... En overigens, een Ledger als hij gestolen zou worden, is redelijk veilig. Hè, als je tenminste niet de pincode en de seed daarbij ook kwijtraakt. Tuurlijk, maar je weet nooit waar mensen toe in staat zijn. Hè? Dus op het moment dat ze je Ledger kunnen bemachtigen, ze kunnen van alles doen om toch die code te ontfutselen. Nee, dat is zeker waar. Wat verder te overwegen valt, is om hem niet thuis te bewaren. Ja. Hè? Dan kun je natuurlijk ook wel daar iets op bedenken. Mm-hmm. Oké. Dank je. Waar ik het over wilde hebben, dat was het overzicht van de koersen van juli.
Dat vond ik wel heel interessant. Welke was het ook weer? CryptoNews.com. CoinMarketCap had trouwens volgens mij ook een overzicht. Maar CryptoNews vond ik wel heel grappig. Er waren een paar dingen heel saillant. Ze hadden de top 10 van coins bekeken en vastgesteld dat de Bitcoin met 25% koerswinst in juli het daarvan nog het slechtst had gedaan. Mm-hmm. Er waren er een x-aantal, ik geloof 3, die zaten zelfs boven de 50%. Maar alle coins in de top 10 hadden meer winst geboekt in juli dan Bitcoin. Verder hadden ze ook een bottom 10 uit de top 50. Dus ze keken naar 50 coins met de grootste marktkapitalisatie. Hadden daar de 10 uitgehaald die het slechtst hebben gedaan. En daarvan stonden er maar 2 in de min. En van die bottom 10 hadden er nog altijd, ik geloof uit mijn hoofd gezegd, 4 een koerswinst van meer dan 10%. Zo gaat het op dit moment met de altcoins. Wat zegt dit dan nu? Want nou, eigenlijk gaat het dus heel goed. Dat juli een waanzinnige maand is geweest voor crypto. En ik heb ook nog eventjes wat verder gekeken. Wat wel heel interessant was. Want ze hadden bij Crypto News ook cijfers over het laatste kwartaal. Mm-hmm. En cijfers over het laatste jaar. En de cijfers over het jaar vond ik heel interessant. Want Bitcoin met 25% koerswinst over juli. Wat heeft Bitcoin voor koerswinst over het hele jaar? De afgelopen 12 maanden. 10%. Want weet je nog, een jaar geleden kwamen we net van die piek van 13.800. Mm-hmm. En zat Bitcoin in een dalende trend. Dus als je vanaf nu een aantal maanden nog wacht, dan wordt de koerswinst van Bitcoin over de afgelopen 12 maanden steeds meer. Ook als Bitcoin volstrekt vlak blijft. Ja. Dat zijn hele rare dingen. En dan blijkt dus inderdaad dat al die coins, of nog wel een groot aantal daarvan, die nu in juli het verschrikkelijk goed hebben gedaan, die zijn eigenlijk nog steeds aan het herstellen van de dalende trend van eind 2019. Want die staan vet in de plus over de maand. Mm. Maar die staan gewoon nog rood over het jaar. Dus we zijn in feite nog steeds aan het opkrabbelen van die dalende trend. En dat vergeet je wel eens als je die winstcijfers van de maand ziet. Hoor ik hier dan nu een soort van koersvoorspelling van jou aankomen? Dat je zegt, nou ja, we zijn nog maar aan het opkrabbelen en de rest moet nog komen. Begrijp ik dat goed? Nou, het is vooral relativering. Oké. Okay. En dat is typisch crypto volgens mij. Als er dus vanaf nu een half jaar lang niks gebeurt, alles blijft vlak. Mm-hmm. Dan zul je toch over het jaar zul je allerlei coins steeds verder in de plus zien raken. Gewoon omdat het een jaar geleden een dalende trend was. Ja, zeker. Daar heb je absoluut gelijk en in. En daarmee bedoel ik dus te zeggen dat stijgen of dalen soms maar heel weinig zegt. Ja. En wat mij vooral opviel daaraan, Herbert, is dat er een aantal coins zijn, in ieder geval Chainlink, die zich ruim boven de vorige all-time high bevindt. Ja. Waar Bitcoin dat totaal nog niet doet. Er zijn nog meer coins die al zich weer op een all-time high bevinden. Mm-hmm. Er wordt ook weer gesproken over een alt-season. De vraag is dan welke blijven achter, welke niet. En ja. Heeft dat dan, ja, kun je iets zeggen over prijs en waarde? Vertegenwoordigt die waarde dezelfde, de juiste prijs? Is dit puur nog een laatste stoot omhoog en zakt alles daarna in? En wat is nu alweer kuddegedrag? En wat is te wijten aan, bijvoorbeeld, want er zijn bepaalde coins die echt wel vet in de lift zitten, is te wijten aan het ontdekken van verdiensten van nieuwe of soms wat minder nieuwe coins. Cardano en Chainlink zitten heel erg in de lift bijvoorbeeld. Er zijn een paar lager geclasseerde jongens die het ook belachelijk goed doen, echt met duizenden procenten over een kwartaal. Ja, dat klinkt meer als pump en dump, toch? Kijk, dat zou kunnen. Nou ja, over een kwartaal, over een jaar, dan is het geen pump en dump meer volgens mij. Lange pump en dump vindt een lange pump. Kan, maar het is meestal toch over een paar dagen. Maar uiteindelijk, als alles, om jouw vraag te beantwoorden, als alles stijgt, dan is dat toch vooral te wijten aan kudde gedrag. Kijk, ik hoop op een gegeven moment een shake-out. Ik zou het heel fijn vinden als een keer een shake-out komt. En dat mijn maatstaf was al Dogecoin. Als Dogecoin nog steeds, hoeveel is Dogecoin nu waard? De market cap waarschijnlijk nog steeds enkele miljarden. Kun je dat opzoeken met Lon? Ja. zolang een coin die... 440 miljoen. Oké. Miljoen, sorry. Ja, zolang een coin die waarde heeft, waarvan zelfs de developer... De originele developer zegt van dat is allemaal één grote gimmick. En nog steeds hebben we die waarde. Dat is voor mij de barometer dat we nog steeds in een manie zitten. Ja. En gerust gaat dat nog jaren door. Het zou kunnen zijn. Maar het zou fijn zijn als je op een gegeven moment echt winnaars gaat zien. En mm-hmm. Bitcoin is daar natuurlijk het voorbeeld van. Dat bestaat natuurlijk wat langst. En het heeft een Lindy effect op een gegeven moment. Hoe langer het bestaat, hoe groter de kans dat het blijft bestaan. Ja. Maar zolang alles omhoog gaat, ben ik altijd voorzichtig.
Ja, ja. En wat zegt het jou dat... we hebben bodems gehad, hè? Wanneer hadden we die ook weer? Begin 2018, zeg ik het dan goed? Nee, begin 2019 zaten we op de bodem van 3000 voor Bitcoin. Daar wou die niet onder. Is dat dan toch niet iets wat je zou kunnen noemen op dat moment de intrinsieke waarde van Bitcoin? Of vind je dat daar ook nog een element van kuddegedrag van Zeebel nog steeds in zit? Ja, die bodems worden steeds hoger en dat is op zich natuurlijk positief. Maar hetzelfde zal gelden voor een aantal altcoins. Mm-hmm. Die wat mij betreft eigenlijk helemaal geen toekomstwaarde hebben. Dus, inderdaad. Maar goed, hoe langer dit doorgaat, hoe groter de kans is dat er iets van blijft hangen voor altijd natuurlijk. Of tenminste voor altijd, niks is voor altijd. Maar, en daarom is ook vaak de vergelijking met een tulpenmanie niet terecht. Want dat was een kortstondige bubbel die stopte. En als Bitcoin of crypto een bubbel is, dan is het wel een bubbel die constant weer wordt opgeblazen. Ja. En kun je het dan wel een zeebel noemen? Of zit er toch meer achter? Ja. Ik wou nog een andere vergelijking maken. Ik heb een tabelletje gemaakt over bodems en toppen gesproken. Als we kijken naar Bitcoin, dan hebben we een bodem gehad van 3000. We zitten nu op 11.700. En we hebben een all-time high gehad van 20.000. En ik wou kijken naar verschillen en verhoudingen. Dat is heel grappig. Kijk je naar het verschil tussen de bodem en de huidige waarde, dat is $8700... Kijk je naar het verschil tussen huidige waarde en all-time high, is 8300. Dus je zit ongeveer halverwege. Maar veel logischer is het eigenlijk om te kijken naar verhoudingen. We zitten nu in de duizenden. We kijken niet meer op van een koersverschil van een tientje. Wat 9 jaar geleden wel zo was. Dus kijk je naar verhoudingen. Dan zitten we nu op bijna 4 keer de bodem. En nog niet eens 2 keer het all-time high. Dus als je kijkt naar verhoudingen, zitten we veel dichter bij een all-time high dan bij de bodem. Dat vind ik interessant. Bij Ether heb je iets dergelijks. Want Ether had een bodem van 86, staat nu op 400 ongeveer. Dat verschil is $314. Het verschil met het all-time high is $1000, want dat was 1400. Kijk je naar verhoudingen, dan zitten we nu op bijna 5 keer die bodem, 4,7 keer. En we zitten, als we maal 3,5 gaan, nog maar, dan zitten we op een all-time high. Dus als je kijkt naar verhoudingen, zitten we dichter bij een all-time high dan bij de bodem. Ja. Met Ether. Ja, dat is wel bijzonder, want Ether die ging eerder omhoog dan Bitcoin. En daardoor werd ook gesteld, want we zien nu heeft een uitbraak. Heeft ook een veel diepere bodem gehad. Precies, hè? We zien nu een uitbraak op Ether. En Bitcoin die gaat hoogstwaarschijnlijk mee. Dit zal waarschijnlijk het start zijn. En toch... Bedoel je dat Ether dus leidend is op dit moment? Ja, op dat moment was Ether leidend. Die brak eerder uit dan Bitcoin. En dat is wel heel interessant dat Bitcoin dan nu toch dichter bij de all-time high is dan Ether. Dus ja, interessant. Ja, nou, omdat Bitcoin minder diep gevallen is. Ja. Hè? Bitcoin is even rekenen. Tot 15% gevallen, gerekend vanaf het all-time high. Mm-hmm. Terwijl Ether naar nog maar iets meer dan 5% is gegaan. Ja. Dus aan beide kanten heeft hij uitschieters. Ja, goed. Interessant. Interessant om daar eens zo naar te kijken. Een nieuwe Madelon hier. Nou, ik werk niet met candles en hoe heet al die dingen. Al die patronen, die driehoeken. Ja, head and shoulders driehoeken. En, ik hoor wel eens wat kreten, maar op die manier kijk ik er niet naar. Dus laat ik lekker aan jou over. Goed, Paul, het is jouw beurt. En jullie hebben van tevoren met elkaar gesproken, dus ik geef het woord aan Madelon. Ja, ik dacht dat het eerst wel even goed is om nog eventjes terug te gaan naar het begin. We hebben natuurlijk veel nieuwe luisteraars, nieuwe kijkers die jou nog niet gezien hebben. We hadden het er net eventjes kort over dat het ongeveer 2 jaar geleden is dat je hier voor het laatste gast was. En daarom wil ik je graag weer de vraag stellen die we eigenlijk iedereen stellen die hier voor het eerst is. Maar goed, we gaan het nu even opnieuw doen. Wanneer kwam je voor het eerst met Bitcoin in aanraking? Dat was in 2011. Mm-hmm. Toen werkte ik voor Gold Money. Toen was ik heel erg bezig met het opzetten van een goudsysteem waar je digitaal mee kon betalen. Dat was al uitgevonden door vader en zoon Turk. Zo heette ze, James Turk en Jeff Turk. Ik ging voor ze werken, voor Gold Money. En dat was ons doel om zoveel mogelijk mensen met goud te laten betalen. Goud lag in kluizen. En je kon vervolgens digitaal andere klanten van het bedrijf betalen met goud. Dat zou je nu tokeniseren noemen. Ja, maar dat we noemden toen gewoon digitaal
goud. Voordat dat Bitcoin dat eigenlijk echt werd genoemd. En doordat ik in die alternatieve money hoek zat, kwam ik ook heel snel in aanraking met Bitcoin. Een vriend van mij die daar ook werkte, die was er heel erg mee bezig. En die zei, ja Paul, hier moet je naar kijken. En mijn eerste reactie was toen van, ja, ik geloof in intrinsieke waarden. En daar ben ik wel een beetje van afgestapt. Maar ik vond het belangrijk dat je dat iets ook daadwerkelijk tangible was. En dus ik heb het in eerste instantie even naast me neergelegd. Ook had je een enorme crash in 2011 nog van de prijs. En op een gegeven moment zakte die prijs helemaal weg naar enkele duppies. Ik denk, nou, dit is klaar. Dit is een leuk experiment geweest. Maar ik ben lekker bezig met goud. Die goudprijs zat natuurlijk enorm in de lift. Dus dat voelde goed en dat voelde als de toekomst. Maar uiteindelijk, ja, ik bleef er maar wel over horen in dat wereldje. En uiteindelijk eind 2012 ben ik, nou ja, weet je, laat ik toch eens wat geld overmaken naar Mt. Gox. En toen, als je er eenmaal dan ook in zit doordat je koopt, dan ga je natuurlijk, dan heb je een skin in the game en dan ga je er meer in verdiepen. En uiteindelijk ging ik helemaal om. En ging ik echt vol in crypto qua kennis. En ging ik podcast maken in 2013 met Tuur de Meester. En je hebt toen dat digitale goudproject waar je mee bezig was, heb je aan de kant gezet, als ik het goed begrijp? Uiteindelijk hebben we met dat bedrijf ook nog een cryptobeurs gestart. Dat heette NetEdgeo. Daar zijn we te vroeg mee gestopt. Want op een gegeven moment kwam er weer een cryptowinter. En toen zagen we daar geen helm meer in. Maar ik ben bij Gold Money gestopt in 2013. En toen ben ik uiteindelijk naar Ecuador verhuisd. Heb ik daar een paar jaar gewoond. En toen ben ik heel, heel erg bezig met die podcast. Samen met Tuur de Meester en alle andere crypto OG's. Week van Bitcoin was dat, als ik het me goed herinner. Ja. Met Job Hartog en Tim Pastoor. Dat is wel een aanrader. Boris is daar ook nog te gast geweest, volgens mij. Ja. Dat kunnen we allemaal nog terugvinden. Ja, online. Een aanrader om even op te zoeken. Die video's zijn ook relatief weinig. Hebben wij relatief weinig views voor toen veel. Maar als je ze nu terug zoekt. We waren toen met een paar honderd man in Nederland die Bitcoin leuk vond. Dus je kende iedereen ongeveer. Ja. Dat was leuk. En als je naar reinvent.money gaat, dan zie je daar al die oude video's. Ah, maar ook wat nieuwere video's die ik af en toe opneem. Dus zodoende ben ik het toen ingerold. Ik vond het waanzinnig interessant. En al die jaren heb ik het superleuk gevonden. Dus een moment vind ik leuker dan andere momenten. Maar ik luister naar jullie en het interesseert me enorm. Maar ik ben wel wat breder gaan zoeken. Van hoe kunnen we qua monetaire hervorming en dingen voor elkaar krijgen. Hè? Want voor Bitcoin moet je een hele lange adem hebben. Nou, dat blijkt ook. We zijn weer jaren verder. En het groeit wel als je naar bepaalde metrics kijkt. Maar nog steeds is het verre van breed geadopteerd natuurlijk. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment besloot ik om vast een voorschot op je volgende vraag te nemen. Ik kwam in aanraking met Richard van der Linden in 2015. Ja. En die legde uit van hoe hij een ideetje had om op een hele simpele manier, misschien binnen het eurosysteem of binnen het fractional reserve banking systeem, een oplossing toe te passen waardoor je ook hervorming krijgt en een beter financieel systeem. En dat was het idee van de depositobank. Gewoon een veilige bank waar je 100% van het aangetrokken geld parkeert bij de centrale bank, bij de ECB. En dat was een idee in 2015 wat we gestart zijn. En dat heeft politiek heel veel impact gebracht. Ja. En nog heel even terug hoor, want je bent dus eigenlijk begonnen met dat eerste project, de digitaal goud. Daarna wat meer richting Bitcoin getrokken. Toen kwam er dus ergens een kantelpunt waarop jij dacht, hey shit, Bitcoin gaat het niet doen. Nou, niet, het is geen binair van wel doen, niet doen. Maar het is constant een kansberekening in je hoofd. In een soort intuïtief van hoe groot is de kans dat iets groot gaat worden. En ik was ook heel erg in contact met die mensen van Ons Geld. Die natuurlijk via het burgerinitiatief uiteindelijk ook geldschepping op de agenda hebben gezet. Mm-hmm. En daar hebben we ook heel erg op meegelift. We hebben heel veel samengewerkt. Ik probeer het gewoon multidisciplinair te benaderen. Er zijn heel veel verschillende manieren om tot verbetering te komen. En ik ben nog steeds heel erg voorstander van vrije marktgeld. Dat mensen zelf bepalen wat voor geld ze gebruiken. Mm-hmm. Tegelijkertijd hebben we wel te maken nu met een maatschappelijk systeem of afspraken met elkaar ten aanzien van hoe geld nu werkt. En dat is nou eenmaal het bankensysteem wat we gebruiken. En daar kun je natuurlijk ook aanpassingen in aanbrengen, al dan niet via de politiek. En wij dachten met de depositobank een hele slimme hack te hebben eigenlijk. Van nou, je kunt gewoon zo een bank starten. En volgens bied je een veilige haven voor mensen. Nou goed, daar gaan we het dan zo in detail over hebben. Maar het een sluit het ander niet uit. Ik vind het enerzijds prettig om buiten het systeem om alternatieven te ontwikkelen. Ja. Parallel ook om als er een crash komt dat je wat hebt. En anderzijds wel kijken in hoeverre je van binnenuit ook kunt veranderen. Het een sluit absoluut het ander niet uit. Ja. Ik wil nog graag wel even weten hoe het nou verder is gegaan met dat digitale goud. Want is dat nou mislukt? Of is dat eigenlijk überhaupt gestopt? Of
bestaat het nog ergens in een uithoek van het internet? Nee, het grappige is, het bedrijf is overgenomen en het is nu aan de Canadese beurs genoteerd. Het Gold Money Inc. Incorporated. En veel van de problemen waar wij toen tegenaan liepen, daar loopt Bitcoin nu ook tegenaan. Een van de problemen die we hadden met het bedrijf is onze klanten toen zover te krijgen om goud uit te gaan geven. Ja. Niemand gaat dat doen. Nee, niemand gaat dat doen, want het is net als met Bitcoin. Enerzijds... En winkels om het te laten accepteren. Ja, exact. Ja. Dat is het kip-ei-verhaal. Maar het probleem wat Bitcoin heeft, en dat had goud toen ook, en dat zal goud nu weer hebben. Enerzijds wil iemand die dat heeft, dat die prijzen omhoog gaat, want we verwachten allemaal hyper-Bitcoinization of hyper-goldenization, whatever. Dus je verwacht dat die prijzen omhoog gaat. Anderzijds smachten we en hunkeren we naar die welbegeerde volatiliteit, dat die eindelijk wegvalt. En ja. Dat we, daar heb je het vorige keer nog over gehad. Nou, kijk naar de volatiliteit van Bitcoin over de jaren. Die is gewoon niet weg. Die is er nog steeds. Maar er staat haaks op het doel wat je hebt. Dus je moet waarschijnlijk eerst die hyper-Bitcoinization, daar moet je eerst doorheen, voordat je misschien ooit in een wereld van weinig volatiliteit eindigt. Maar ja. Bij Goldman hadden we hetzelfde probleem. Onze klanten die geloofden heilig in de profetie dat uiteindelijk alles zou crashen mogelijkerwijs. En dat goud dan een belangrijke rol zou spelen, al dan niet in private vorm. En dus was het verstandig om dat aan te houden en werd er niet mee betaald. Nou, exact hetgeen wat wij met Bitcoin natuurlijk meegemaakt hebben. Want in mijn podcast tijd in 2013-14 hadden we ook altijd de jongens over de vloer van Arnhem en van Delft en de Bitcoin Boulevard had je toen nog. En ja. Allemaal fantastisch. Maar ja, mensen geven het gewoon niet uit. Ja, ik heb best wel veel Bitcoin uitgegeven. Achteraf spijt van natuurlijk. Maar omdat ik het wel... Het was natuurlijk heel erg mooi, zeker toen die fees nog laag waren, dat je gewoon aan mensen kon laten zien hoe het werkte. Ja. En zeker toen ik in Ecuador woonde, daar was het gewoon lastig bankieren. Dus ik heb Bitcoin natuurlijk best wel gebruikt als payment rails om geld vanuit Europa naar ja. Ecuador. En dat psychologische probleem, want het uitgeven is een psychologisch probleem, dat is natuurlijk best op te lossen, is ook eigenlijk opgelost. Wanneer je gewoon elke keer dat je een uitgave doet, voor die uitgave Bitcoin koopt, of omgekeerd, je doet een uitgave in Bitcoin en je koopt meteen Bitcoin bij. Dan heb je netto geen Bitcoin uitgegeven. Klopt, ja. Dat is dus waar. Zo moeilijk is dat niet. Ik weet niet of mensen dat dan echt doen, maar het kan wel. Ja, nee, dat is inderdaad een goede mogelijkheid. Ja, goed, waar waren we? Ja, eventjes nog terug naar dat hele... Oké, we hebben dus de digitaal goud gehad. Daarna kwamen we uit bij Bitcoin. En jij zegt eigenlijk net van, nou ja, Bitcoin, dat wordt niet uitgegeven. We moeten nog richting die hyper-Bitcoinization fase toe, als ik het goed begrijp. En daarna kwamen we eigenlijk uit op de depositobank. En eigenlijk zeg jij, alle drie de wegen zijn apart van elkaar interessant. En die depositobank is in het leven geroepen omdat... Ja, dus het probleem wat we hebben, denk ik, met elkaar, wat we constateren, is dat het financiële systeem zoals het nu staat, ja, niet heel erg dienstbaar is aan de samenleving. Mm-hmm. En dat we een beter systeem verdienen. Ja. En er zijn meerdere manieren om tot een beter systeem te komen. En ik ben heel erg voor het experimenteren. Dus je moet in de samenleving proberen zoveel mogelijk te testen en te experimenteren met oplossingen. En daar ben ik heel erg tegen die hele vervelende regulering voor bitcoinbedrijven in Nederland, waardoor ze ook allemaal weggaan. Je moet juist voor start-ups en voor nieuwe initiatieven moet je ruimte geven om te experimenteren. En hetzelfde geldt voor de depositobank. Dat hadden ze gewoon moeten toestaan. Ja. Onder bepaalde, want er zijn allerlei drogredenen gebruikt waarom het allemaal niet zou gevaarlijk zijn eventueel als mensen er dan massaal gebruik van zouden maken. Het zou duur zijn. Heeft duur zijn. Maar goed, daar kom ik zo nog op. Maar uiteindelijk is het belangrijk om, en vond ik het ook leuk om het op verschillende manieren te benaderen. Ik ben ook nog een tijdje heb ik in Londen gewoond, in Brixton, in een wijk. En daar had je de Brixton Pound. Nou, ik heb ook echt wel lokaal geld geprobeerd. En ik heb ook met lokaal geld betaald. Maar dat schaalt voor gemeten. Dus lokaal geld, dat heb ik echt wel geprobeerd. Dat heb ik naar gekeken, bestudeerd. Maar dat zijn hele sympathieke mensen vaak die erachter zitten. Die hebben het beste voor met de gemeenschap. Maar dat schaalt gewoon niet goed genoeg. Ja. En uiteindelijk is geld natuurlijk het meest schaalbare goed wat je vaak hebt. En daarom is het ook zo moeilijk om van een dominant geldsoort af te komen. Maar hoe groter het is, hoe groter het netwerkeffect. En dat heeft de dollar natuurlijk of de euro in dat geval in een voordeel. En die depositobank, hoe zag dat eruit? En waarom acht jij dat zo dusdanig van belang dat ze dat gewoon moeten gaan doorvoeren? Nou, allereerst was het zo dat in 2015 toen, en dat is alleen maar sterker geworden, dat het al steeds moeilijker werd in Amsterdam, met name waar ik woon,
om met cash te betalen. Ja. Bijvoorbeeld die supermarkt, de markt met een Q, was al, dat accepteerde toen alleen een pin. En niet dat ik daar een heel grote fan van ben, maar dat had ik zoiets van oké, dus hier word je eigenlijk de kans ontnomen om met cash te betalen. En omdat ik veel wist van geld, wist ik nou ook een cash is nou net eenmaal het centrale bankgeld wat je als consument gebruikt. Want de rest is, dat zijn gewoon commerciële bankvorderingen, ja, waar je mee betaalt. En dat zo langzaam maar zeker uit de samenleving wordt weggefaseerd, dat vond ik niet goed om verschillende redenen. Privacy, maar ook dat we daarmee compleet afhankelijk werden van het commerciële banksysteem. En ik vond het raar dat daar geen discussie over was en dat politiek dat ook zomaar accepteert. Want afhankelijk bedoel je dus eigenlijk als er iets misgaat bij de bank of als je iets niet goed geregeld hebt met de bank, dan kan het zijn dat je niet meer kan betalen. En dat kan met cash altijd. Ja, exact. Dat is een goede reden. Dus uiteindelijk hadden wij zoiets van, nou, volgens mij zou het logisch zijn als op zijn minst wordt nagedacht over het vervangen van overheidsgeld, cashgeld, door een digitale variant. En dan het liefst natuurlijk wel privacy meegenomen. Dat zijn allemaal, ja, ontwerpkeuzes. Uiteindelijk geld, mm-hmm, is gewoon, heb je allerlei ontwerpkeuzes die je kunt maken als je geld ontwerpt. En daarom hou ik ook zo van altcoins, want die kiezen ook weer voor allerlei andere ontwerpen dan bijvoorbeeld Bitcoin heeft. Mm-hmm. En laat het ook vooral met elkaar concurreren. Ja. Dus toen hadden wij zoiets van, oké, als de overheid dat niet doet en ons geld was tegelijkertijd bezig natuurlijk om het thema geldschepping te agenderen. Maar ons geld wil dat de overheid de enige is die geld schept. En dat leek ons juist weer een stap te ver. Misschien is dat ook een interessant gedachte-experiment. Maar wij dachten, je kunt waarschijnlijk ertussenin gaan zitten door een veilige bank toe te voegen aan het geldsysteem. En de depositobank was 100% veilig. In ieder geval qua kredietrisico, want er was geen kredietrisico. Wij zouden alles bij de ECB leggen. Je wacht even hoor, want dat betekent dus dat je een bank opricht waarbij je geld kan stallen en waar je mee zou kunnen betalen. Ja, dus het zou een voorwaardige. We hadden drie eisen. We zouden een voorwaardige bankvergunning willen dat je met de rekening kan betalen. Dus toegang tot Target 2, het banksysteem in Europa. We wilden geen kredieten uitzetten, want we wilden juist alles lekker bewaren bij de ECB. Want dat is wat een gewone bank wel doet, een commerciële bank. Ja, je bent pas een bank als je krediet uitzet volgens de wet. Dat is ook interessant. Dus je bent pas een bank als je dat doet. Maar een bank die enkel bewaart, zoals vroeger de Amsterdamse Wisselbank in de 17e eeuw, wat een heel belangrijk instituut was in die tijd. Dan ben je dus geen bank. Ja, dan ben je eigenlijk een soort van depot. Maar alleen als je een je moet wel krediet uitzetten, wil je een bank kunnen worden genoemd en wil je mee kunnen doen met Target 2. Dus je komt allemaal dat soort obstakels tegen. Maar de belangrijkste obstakel, en dat is eigenlijk het kern punt is, wij wilden ook niet meedoen met de depositogarantiestelsel. Ja, als er geen kredietrisico is, waarom moet je dan meedoen? Dat heb je vorige keer volgens mij ook verteld. De vorige keer dat je hier was. Ja. Ja. Oh, en de overheid heeft een paar keer herhaald, en met name dan Dijsselbloem en Hoekstra, van ja, maar er zijn nog steeds andere risico's, operationele risico's en dergelijke. Daarvoor moet je alsnog meedoen. Wat was de reden waarom je niet mee wilde doen? Eén, omdat wij, als wij geen kredietrisico lopen, waarom zou je dan meedoen in zo'n verzekeringsstelsel? Want je moet wel premie betalen uiteindelijk. Ja. En weliswaar minder dan dat hangt van je risicoprofiel van je bank af. Maar wij wilden gewoon nul premie. Want de andere risico's die we zouden lopen, operationele risico's, kun je enerzijds afdekken door goede controlmechanismes en governance. Anderzijds kun je het gewoon verzekeren op de private markt. Dus er was helemaal geen reden wat ons betreft om dat te doen. En als je meedoet met het depositogarantiestelsel en dan gaat een bank failliet. Voorheen was er geen potje. Nu wordt dat ex-ante wordt er wel een potje gebouwd. Maar dat is echt veel te weinig. Minimaal. Dus minimaal. Dus als er straks een grote bank in problemen komt, dan voor zover ze dat laten doen. Uiteindelijk maakt het allemaal helemaal niks uit, want de centrale bank die heeft momenteel alles afgedekt. Dus het hele depositogarantiestelsel is eigenlijk een papieren tijger, was zijn neus. Ja. Maar uiteindelijk, als je daarin meedoet, dan in principe moet je wel de andere bank redden. En als er een grote valt en die andere trekt het niet, dan gaan ze op een gegeven moment allemaal vallen. En dan zit je daar straks als veilig depositobank, moet je wel de rekening betalen. En dat is net hetgene wat je wilde voorkomen. Want cash, als je cash bezit, hoef je ook niet mee te betalen aan een bank deconfiture. Nee. Oké. Jij schetst nu het plan zoals je dat destijds had. Hè? Dat was een concreet plan voor een bedrijf. Wat was het verdienmodel eigenlijk van dat bedrijf?
Nou, we hadden een stichting opgericht. Die bestaat nog, maar die zal dan binnenkort worden geliquideerd. En we hadden een non-profit idee. We wilden alleen maar de kosten moesten worden betaald door de klanten dan voor het aanhouden van die rekening. En dat zou een paar tientjes per jaar zijn. Dus we hadden een crowdfund opgericht in de zomer 2015. We hadden bij elkaar berekend dat we 18.000 mensen nodig hadden die allemaal €50 wilden betalen. En dan zouden we het eerste jaar mee kunnen financieren. En dan zouden we het zo kunnen doorrollen. En we waren daar goed mee bezig in 2015. We hadden al iets van 2400 toezeggingen. Alleen maar op papier. We hebben niet dat geld en hebben we nooit geïncasseerd. Maar toen kwamen we er. Toen kregen we het verlossende woord. Of eigenlijk het vervelende woord vanuit DNB. Dat het volgens onze voorwaarden niet mogelijk was om onze bank te starten. En wat was de reden daarvoor? Nou, de drie eisen die we hadden. Die ik net genoemd heb. Dus target 2 toegang. Geen krediet uitzetten. En geen depositogarantstelsel. Volgens die drie voorwaarden was er geen vergunning beschikbaar. En dan hangt het ook weer net vanaf hoe je de wet leest. We hebben de juristen opgezet. Uiteindelijk maakt het niet uit. Want in maart 2016 kwam er een motie in een Tweede Kamerdebat van Koolmees en Merkies. Over dat er moet worden onderzocht in hoeverre de wet kan worden aangepast om die mooie veilige bank van ons een kans te geven. En die motie is nooit uitgevoerd. Nooit uitgevoerd. Nee. Wel aangenomen, maar niet uitgevoerd. Nee, uiteindelijk is die nooit uitgevoerd. Er is heel veel getraineerd. Er is natuurlijk. Maar dat is vreemd. Hoe kan dat? Ja, dat is de kracht van hoe de macht is georganiseerd. Is uiteindelijk kunnen ze door traineren en vragen, vervormen, stroommannen, allerlei andere technieken kunnen ze zo'n discussie eigenlijk gewoon op een gegeven moment te parkeren en laten versloffen. Dit kan nog niet, toch niet? Er is een motie aangenomen. Er worden wel vaker en moties niet uitgevoerd. Dat is verder uiteindelijk heel bijzonder, helaas. Nee, ja, ik vind dat vreemd, maar hoezo is dat niet? Nou, ik kan je er wel meer over vertellen. Kijk, uiteindelijk hoe het gegaan is, we hebben dat debat was er. En er was ook een motie aangenomen om de WRR te laten onderzoeken. Ja. Hoe het geldstelsel het beste zou moeten functioneren aan de hand van het Ons Geld Burgerinitiatief. Dat heeft uiteindelijk 3 jaar geduurd. Mm-hmm. Hè? En dus tijdens die 3 jaar kon er iedere keer worden verwezen door de minister, zowel Dijsselbloem als ook Hoekstra, van nou ja, dat rapport moeten we afwachten. Dus dat als je als je een commissie start of een onderzoek laat doen, dan weet je als politicus, win je weer een paar jaar als bewindslid. Dus uiteindelijk ben je dan 2019 ben je verder. En dan moet er een debat worden gepland over het rapport. En uiteindelijk kwam corona natuurlijk nog langs. Uiteindelijk juni vorig jaar is dat debat pas geweest. Toen kwam er ook nog het initiatief idee van Alkaia kwam erbij. Ja. Die wilde voor een publieke depositobank gaan. 100% veilig sparen en betalen heette zijn nota, geloof ik. Hoe keek je daar eigenlijk tegenaan? Want jij zei net van, nou ja, dit was ons plan. Ik merk al een beetje, nou ja, door wat je vertelt, dat het aansturen vanuit een centrale bank niet helemaal is wat jij zou doen als jij de macht zou hebben. Maar hier bijvoorbeeld zegt, ik zou het wel heel fijn vinden als ik nog wat extra geld bij kan printen of hier en daar nog wat toe kan stoppen. Hoe heb je daarnaar gekeken? Ja, dat is wel grappig, want uiteindelijk maar hier heeft ons heel erg gesteund, maar voor hem ook Renske Leijten. En dat zijn natuurlijk socialisten. Ja. En ik ben zelf meer klassiek liberaal of libertarisch op sommige deelgebieden. Maar uiteindelijk heb ik heel goed met ze samengewerkt. En ik denk dat de komende jaren socialisten en libertariërs elkaar wel vaker gaan vinden. Omdat het huidige systeem zo ontspoort en vooral bepaalde belangen dient. Maar dient een echte klassiek liberaal. Die walgt natuurlijk van al die interventies en al die garanties en al die bailouts. Maar een echte socialist die vindt het ook vreselijk natuurlijk dat die ongelijkheid in de samenleving toeneemt. Dus ik denk dat je heel veel gelegenheidsallianties zult zien. Met name als het gaat om hervorming van het financiële systeem. Tussen deze groepen. En Mahir heeft zich heel hard gemaakt voor. Die wil gewoon een level playing field tussen banken onderling. En dat banken niet meer hoeven te worden gered. Maar om dat voor elkaar te krijgen, heb je een veilige plek nodig. Of het nou de postenbank is of zijn publieke variant. Voor ons was het om het even. Uiteindelijk. Onze private bank leek een makkelijke hack te zijn om het systeem veiliger te maken. Maar altijd in combinatie overigens, dat is belangrijk,
met de afbouw van het depositogarantstelsel. Mm-hmm. Dat moest wel gebeuren. Want als dat niet gebeurt, dan gaan mensen namelijk niet betalen voor een veilige bank. Want dan denken ze, nou ja, ja tot een ton. Wel betaald, ja. Tenzij je natuurlijk meer dan een ton hebt en je hebt alle banken al benut en je wil nog meer, dan zou het misschien handig zijn. Of verenigingen, stichtingen of andere partijen met veel geld, die zagen zeker veel heil in ons idee. Van een veilige plek. Denk alleen maar aan clearinghouses die soms even een paar miljard moeten stallen. Nou, als het bij een veilige bank kan, dan is dat prettig. Zeker. Maar daar zie je dus dat de SP eigenlijk de zeker ten opzichte van bijvoorbeeld de VVD, het best begreep hoe je eigenlijk zo'n markt zo moet ordenen dat er echt wel concurrentie kan ontstaan en dat je niet meer weer een bank hoeft te redden. Ja, bijzonder. Deze gelegenheidsalliantie. Zeker. De nota van Alkaïa is uiteindelijk ook getorpedeerd. Hè? Ja. Getorpedeerd, zo de prullenbak ingeschoven zonder eigenlijk een heel duidelijk antwoord te geven. Want jij zei ook met drogredenen. Het zijn in feite drogredenen die dan worden aangevoerd. Ja, en uiteindelijk Thomas Bolle is mijn favoriete financiële journalist, die hier ook vaker geweest. En die heeft dat weer heel mooi opgeschreven voor Follow the Money. Daar waar het Financiële Dagblad wat mist om de diepte in te gaan. Maar ja, uiteindelijk was het natuurlijk een heel raar debat. Maar hier deed het goed, maar heel veel andere Kamerleden deden het niet goed in dat debat. En Hoekstra die wist zich toch weer op een slimme manier soort van uit te vogelen. Want uiteindelijk was hij heel erg kritisch over het concept van OK. Ja, maar zo'n bank heeft ook kosten, wie gaat het dan betalen en dit en dat. Maar uiteindelijk wil hij wel dat we gaan kijken naar central bank digital currency via DNB en ECB. Maar goed, dat komt ook niet voor niks. En hij kon ook niet zeggen, want hij beweerde dat Alkaïa zijn bank duur zou worden. Ja. Duurder dan het alternatief, dan de central bank digital currency. Niet gebaseerd op iets. En toen Alkaïa hem vroeg, maar leg dan eens uit waarom dat duurder zou zijn, is hij gewoon het antwoord schuldig gebleven. Ja, ja. Nou, zo zie je dat, hoe dat gaat. En uiteindelijk op een gegeven moment in de waan van de dag, dan verliest een politicus ook alweer de focus op een onderwerp. En er zijn even andere onderwerpen die belangrijk zijn. En zo wordt het dan vergeten. Begrijp je waarom dit afgeketst is? Zowel vanuit jullie kant als vanuit de kant van de SP. Waarom ze dit gewoon... Hup. Nou, wij noemden dat de olifant in de Kamer in onze afscheidsbrief die we namens het bestuur hebben gestuurd naar al onze sympathisanten. En vanuit deze plek nogmaals dank aan iedereen die ons gevolgd heeft de afgelopen jaren. We kregen echt heel veel hartverwarmende berichten binnen. Het is super mooi om te lezen hoe mensen ons al die jaren gevolgd hebben en hoe ze daardoor geïnspireerd zijn geraakt. Dat we het niet opgegeven, uiteindelijk wel na 5 jaar, maar dat het wel dat we er gewoon vol voor zijn gegaan. Maar de olifant in de kamer is toch uiteindelijk de euro natuurlijk en de ECB. Uiteindelijk kun je het niet toestaan. En ik denk dat Hoekstra het zich ook niet kon veroorloven om in Nederland zo'n experiment te starten met een private depositobank of een publieke. Leg het dan eens even uit, waarom zou zo'n private depositobank of een publieke een nagel in de doodkist van de euro zijn? Nou, het zou uiteindelijk dan ook gepaard moeten gaan met een afbouw van het depositogarantstelsel. Maar het Europees depositogarantstelsel is de derde en afsluitende fase van de bankunie die nog steeds niet ver volmaakt is. Maar uiteindelijk wordt er op niveau Brussel en Frankfurt natuurlijk heel erg aangestuurd op het compleet maken van de bankunie en ook de politieke unie natuurlijk. Dat is wel andermaal duidelijk geworden in Brussel laatst. Maar dus dat Nederland dan ineens op eigen houtje zo'n depositogarantiesysteem gaat aanpassen. Terwijl dat wel de conclusie was na de crisis. Ja, ja, ja. In 2008, Commissie de Wit zei, ga nou gewoon weer afbouwen. Want vroeger hadden we 40.000, waarvan de eerste 20.000 had je nog, de tweede 20.000 had je 10% eigen risico. Maar daarna is het opgehoogd tijdelijk naar 100.000. En er is natuurlijk niks zo permanent als tijdelijke overheidsmaatregelen. Dat gaat natuurlijk niet meer weg. Maar eigenlijk, alle economen die ik spreek, en ik spreek er veel, en dat staat ook allemaal op tape, die zeggen van nou, er moet gewoon af worden gebouwd. Want wil je weer een ijssafe voorkomen? Als we straks een Europees volledige bankunie hebben, dan staan we allemaal in voor allerlei cowboybanken in kleine staatjes. In Oost- en Zuid-Europa bijvoorbeeld. En de koers van Europa is dus gewoon precies de andere kant op. Ja, dus het past niet binnen de Europese agenda. Nou, Hoekstra had andere dossiers. Die wilde natuurlijk geen eurobonds en dergelijke. Nou, dat heeft hij ook verloren. Maar uiteindelijk was het ook niet handig om te veel te drukken, denk ik. Dat is mijn persoonlijke analyse van het verhaal om dit dan toe te staan. Dus het enige wat ze doen is traineren, doorschuiven. En nu gaat er dan weer een onderzoek vanuit de centrale bank. Nou ja,
weten jullie ook, zitten al lang in het cryptowereldje. De centrale banken praten al jaren over central bank digital currencies. In Ecuador, waar ik woonde, had je al zelfs het eerste experiment toen door de centrale bank van Ecuador met een digitale dollar. Ik heb het zelfs ook nog op mijn telefoon gehad toen. Maar dat is één grote flop geworden. Maar banken zijn er al lang mee bezig. En banken kopen nu weer een paar jaar tijd door weer een rapport te schrijven. En dan gaan ze misschien een keer een pilot doen. Maar dat gaat natuurlijk een jaar overheen. Dus ze hebben tijd gekocht. Ja, ja. Oké. Jullie geven het nu officieel op. Wanneer wordt exact die stichting geliquideerd? Oh, dat zal. We hebben eind van de maand nog een afscheidsdiner. Ik wilde zeggen, ga je dat vieren? Nou ja, we gaan er even bij stilstaan, even mijmeren. Ja, ik heb heel veel nieuwe vrienden gemaakt. En ik ben ook heel erg geïnspireerd geweest op meerdere manieren. Dus dat was zeker niet weggegooid. We hebben heel veel eigen geld ingestoken. Tenminste, relatief voor een hobbyproject. Maar we hebben zoveel van geleerd en zoveel leuke dingen meegemaakt dat ik het zeker niet zie als een verlies. Ja. En wat is het volgende wat je gaat ondernemen? Nou, ik heb nu. Ik vind het leuk om nog steeds af en toe zelf interviews te doen. En dat doe ik onder meer voor mijn eigen kanaal, reinvent.money. Ja. En af en toe voor Weltschmerz. Dus dat zal ik nog steeds blijven doen. En dan praat ik doorgaans met experts en economen over de monetaire hervormingen die er zijn. En ik kijk dan heel breed. Ik vind het heel interessant bijvoorbeeld om met Steve Keen als econoom te praten, die helemaal niks heeft met crypto, maar wel heel gefocust op een jubilee dat schulden worden afgeschreven. Dus ik probeer met zoveel mogelijk mensen te kijken om zelf dan een genuanceerd beeld te krijgen over wat het best is. Maar eigenlijk toch is dat wat Arno Wellens ook eerder in de podcast bij ons vertelde, dat er een afschrijving moet komen, dat er een zure appel is waar je doorheen moet. En wat jij dus eigenlijk doet, is zoveel mogelijk informatie verzamelen vanuit de verschillende economen, doe je eigen onderzoek en daar een mooi algeheel beeld van creëren in je eigen hoofd. Ja, inderdaad. En dan mensen meenemen in die zoektocht die ik zelf heb. Ik kan me voorstellen dat mensen denken van ja, die Paul's all over the place, dan is die met goud bezig. Wat kan ik nog steeds volgen? Dan weer met lokale geld, eigen banken. Maar ik vind het gewoon leuk om iets vanuit verschillende hoeken te bekijken. Ja. En ik laat me niet in een hoekje drukken. En ik ben altijd op zoek naar een totaalplaatje. En dat betekent dat je dus je oren te luisteren moet leggen bij verschillende mensen. Ja. Ook mensen waarvan je denkt van nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Dat scherpt je alleen maar in je eigen opinie. Maar als ik je zo hoor, dan ben je nu dus vooral bezig met van gedachten wisselen, ideeën opdoen, maar niet met een concreet plan van financiële hervorming. Zoals je dat wel had met het digitale goud en met Bitcoin en met de depositobank. Klopt, ik heb officieel geen agenda op dat gebied op dit moment. Ik ben altijd ermee bezig en creatief. Dus ongetwijfeld komt er wel weer wat langs TCT. En dan zijn jullie de eerste die het weten. Ik heb hier nog een aantal vragen op Twitter. En ik zit nu even te zoeken naar die ene over central bank digital currencies. Want daar had je het. Oh, hier. Dit is een vraag van Price Action. En hij vraagt het volgende. Waarom geld parkeren bij een depositobank? Devaluatie door inflatie en geen rente. Ondanks dat hebben we wel een depositogarantiestelsel. Die beschermt tot 100.000 euro per bank. Maar wanneer is in vredesnaam de laatste Nederlandse bank omgevallen zonder overheidssteun? Ja, kijk, daar raakt hij precies de kern. Zolang die depositogarantie er is het inderdaad. Tenzij je echt helemaal gepassioneerd bent over het systeem, je bent idealist, dan wil je het misschien wel gebruiken, de depositobank. Maar zolang die garantie er is, is inderdaad voor de meeste mensen geen noodzaak of prikkel om die depositobank te gebruiken. Als die wel weg is, dan heb je misschien inflatie en waardoor je geld uiteindelijk minder waard wordt als je het bewaart bij de depositobank. Mm-hmm. Maar je hebt dan wel een veilige haven. Terwijl een gewone bank waar je geld dan misschien met rente kwijt kan, loop je wel het risico als belegging feitelijk dat het mis kan gaan en dat die bank onderuit gaat. Ja, maar wat hij dus stelt is op het moment dat het misgaat met de banken, dan komt er wel weer een fonds of wordt er wel weer geld bijgedrukt of is er een overheid die ingrijpt? Ja, dat is een veel gehoord argument dat mensen zeggen van ja, het maakt niet uit of er nou wel of geen depositogarantiestelsel is. Als het misgaat, dan wordt een bank toch wel gered. En dat is inderdaad meer nog dan toen ik ermee bezig was, is dat wel een beetje de huidige tijdsgeest. Dat er mag gewoon geen pijn worden geleden. En Kees de Kort zei het vorige week nog bij jullie, alles moet gered worden. Dus we hebben straks gewoon een heel leger aan niet alleen zombie bedrijven, maar ook zombie consumenten, zombie individuen. Alles moet worden gered. Maar uiteindelijk komt die
prijs wel later. Of door hyperinflatie of door een ineenstorting van het systeem. Maar alles maar willen redden, dat heeft een prijs. Ook al voel je die nu nog niet. Ik kan me een onderzoek herinneren, een documentaire over de val van Lehman en het team wat daarop zat. Die besloot of ze de bank zouden laten vallen of niet. En vlak daarna wordt het geanalyseerd. Lehman is dus uiteindelijk omver geblazen. En dat team, dat Plunge Protection Team in Amerika, stelt ook: wij laten nooit meer een bank omvallen. Dat doen we niet meer. Dit was de eerste keer en de laatste keer. Dat is dus een grote kans dat het hier in Europa ook zal gaan gebeuren. We hebben Arno Wellens de gast gehad. Ja. Die zei: er is al een fonds, dat ligt al klaar. Op het moment dat het hier misgaat, zijn we erbij. En natuurlijk is linksom of rechtsom, of die bank nou gered wordt of niet, de burger, de belastingbetaler, is hoe dan ook daar de dupe van. Exact. Maar jij zegt nu net, uiteindelijk zien we een stukje inflatie mogelijk, of het hele systeem wat in één keer ploft. Dat zijn wel behoorlijk uitersten. Is daar niet nog een middenweg in te vinden? Ja, dat is uiteindelijk natuurlijk een beetje de droom van de huidige macht. Is dat ze het op zo'n manier gaan doen dat er wel inflatie komt. Je ziet nu ook dat de Fed zal waarschijnlijk ook die 2% anders gaan interpreteren van inflatie. Ze willen waarschijnlijk nu gemiddeld 2% zoeken. Nou, als je dat over een lange periode van 0 en heel veel 0% dan plus, dan kun je misschien wel 4, 5, 6% accepteren. Dus het liefst hebben ze dan eigenlijk een paar jaar, denk ik, van 4, 5% inflatie. Om zo die schuld op positie houdbaarder te maken. Maar niet zoveel inflatie dat er echt een loonprijsspiraal kan ontstaan, of dat er heel veel woede gaat ontstaan bij mensen met een die hun koopkracht zien dalen. En dat ze dus dan misschien weer moeten repareren met nog een helikoptergeld. Dus het wordt een lappendeken van allerlei steunprogramma's de komende jaren, denk ik. Maar uiteindelijk leidt dat, denk ik, alsnog tot veel meer extra schuld en mogelijk meer inflatie, zelfs zoveel inflatie dat mensen het vertrouwen kunnen verliezen. En dat is natuurlijk liever een scenario wat je niet wilt. En uiteindelijk, als de goudprijs stijgt, dan ben ik niet per se heel gelukkig. Ook al is het prettig voor als je goud bezit. Het is vooral toch een teken dat dingen niet goed gaan. Ik heb liever eigenlijk dat het huidige systeem toch op een bepaalde manier misschien wordt opgelapt. Dat we weer meer eruit kunnen halen. Dat mensen zich beter gaan gedragen. Dat partijen weer worden afgerekend op risico's. En misschien dat je dan door kunt gaan. Maar linksom of rechtsom, echt houdbaar ziet het er niet uit. Ja, dus jij bent ook voor wat Kees de Kort vorige week noemde, de moral hazard. Hè? Je moet iets te verliezen hebben. Ja, nu het probleem wat we nu hebben is juist moral hazard. Dat er perverse prikkels zijn. En dat moet er eigenlijk weer uit. Dus hij zei het precies andersom volgens mij. Maar okay. Je wil juist dat die moral hazard, moreel gevaar, dat eruit gaat. Want nu heb je geen downside, maar alleen maar upside. En dus kun je risico's nemen dat je hetzelfde wordt gered. Ja, dat is bedoeld hetzelfde. Ja. Dat is inderdaad een groot probleem. En wij dachten door de depositobank daaraan te kunnen bijdragen. Want door een veilig alternatief te introduceren, pas dan kun je natuurlijk de depositogarantiestelsel afbouwen. Want als dat alternatief niet is, dan bied je mensen geen exit. Maar op het moment dat je dat wel hebt, kun je het moreel gevaar eigenlijk terugbrengen. En doordat mensen dan weer gaan nadenken over: Oké, deze bank zit bij wijze van spreken in Letland of misschien in Nederland, maar biedt heel veel rente. Oké, what's the catch? Nou ja, je kan mogelijk je geld verliezen. Ja. Dan gaan mensen weer nadenken over hun beslissingen. En dan neem je, en dan worden ze ook gestraft. Dat klinkt een beetje hard, maar als ze een verkeerde beslissing nemen. En dan reduceer je dus de perverse prikkels in het systeem. Ja. Ron Wiggers, die vraagt op Twitter, die zegt op Twitter dat hij de depositobank een fantastisch plan vindt. Maar, zegt hij, een depositobank maakt in één klap alle andere banken overbodig. Want die kunnen mogelijk failliet gaan. Voor zover ze dat dan niet zijn. Met alle gevolgen van dien. Verwacht jij dat op het moment dat zo'n depositobank in het leven geroepen zou worden, dat dan iedereen denkt: Oké, shut up, take my money. Ik ga weg bij die enge ABN AMRO of de ING. En ik ren naar die depositobank. Ook al krijg ik geen rente meer, dat krijg ik nu ook niet. Nee, dat is inderdaad het grootste bezwaar wat
wat met name economen en met name ook de DNB en minister van Financiën had van oké, maar dit is mogelijkerwijs. En datzelfde geldt voor central bank digital currency, dat het een gevaar is dat mensen dan hun geld massaal van de bank halen en het overmaken naar de veilige haven. Maar er zijn een aantal punten om te noemen. Allereerst, als we het, wij hebben altijd gezegd van begin af aan, als je het doet, doe het dan beperkt. Laat mensen beperkt gebruik maken van die bank. Je zegt bijvoorbeeld maximaal 5.000 of 10.000, maar dat mensen in ieder geval hun bestaanszekerheid via zo'n bank hebben gegarandeerd. Dus dat ze het kleine spaargeld dat sommige mensen hebben, dat veilig staat. Maar daar kun je allerlei varianten op bedenken om ervoor te zorgen dat je veilig experimenteert. Maar het zorgt er wel voor dat je dan, als je het zeker stapsgewijs invoert, dat je banken wel eigenlijk dwingt om zorgvuldiger te handelen. Dat banken weer, misschien qua beloningsbeleid of transparantie of de manier waarop ze investeren, dat ze beter hun best moeten doen. Omdat er altijd het alternatief is dat mensen weliswaar geen rendement krijgen, maar wel veilig kunnen opslaan het geld. Mm-hmm. Dus ik maak me niet zo heel veel zorgen over dat scenario. Dus dat zou als je het geleidelijk doet. Dat zou dan een gezonde herstructurering van een bank zijn, zeg je eigenlijk indirect. Ja. Oké, dat is helder. Ik heb nog één vraag ten aanzien van Bitcoin. Want je zei net, ja, ik ben eigenlijk helemaal niet zo blij als de koers van goud stijgt. Ja, los van het feit dat je daar wellicht wat vermogender van wordt. Maar hier zegt iemand, hoe kijk je tegenwoordig naar Bitcoin ten aanzien van de huidige economie? Ja, maar ik ben dus, het is gemengd. Het is, dat wil ik in ieder geval bij aangeven. Dat ik, misschien is dat ook weer hoe ik in elkaar steek, omdat ik het dan van verschillende kanten bekijk. Maar enerzijds is het mooi om die koersen te zien gaan. Ik bedoel, als je zo lang in crypto zit, dan dat gevoel, dat euforische gevoel wat je voelt als er weer een boelmarkt gestart is, is dat natuurlijk leuk. Toch een soort van gelijk krijgen, zo voelt het altijd een beetje. Zo van, nou ja, zie je wel, ja. Het is niet niks. Ja, maar dan moet je ook weer gelijk zo bescheiden zijn om te denken, oké, maar in hoeverre heb ik echt gelijk? Of is het toch weer een manie? Want 2017 was een manie. Dus, fear of missing out. Je moet voorzichtig zijn met jezelf op de borst te kloppen. Het kan om allerlei redenen kan er een bepaalde beweging zijn in de Absoluut. Markt. Dus dat is een beetje het gevoel wat ik heb. Maar ik denk dat zeker nu er heel veel geld wordt bijgedrukt en rente overal laag is, dat mensen op zoek zijn naar alternatieven en het liefst nog buiten het systeem om. En dan kom je toch al snel uit bij de edelmetalen en bij crypto. Maar natuurlijk, de beurzen gaan ook hard omhoog, omdat mensen wat moeten met hun geld. Dus als die geldcreatie door blijft gaan. Je ziet het bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Dat krijgen mensen natuurlijk die checks thuis gestuurd. En heel veel mensen zijn gewoon stop met hun banen. Zijn een daytrader geworden en gebruiken daar die apps voor zoals Robinhood. En allemaal €1.500 storten. Ja, dus dat gaat allemaal. Dat ging zelfs in aandelen. Hertz, terwijl Hertz al failliet was. Dus mensen, de mensen doen de meeste gekke dingen met geld. Als je geld ontvangt en je hebt geen normaal alternatief. Ja, dan ga je speculeren. En dan kom je, en dan ongetwijfeld gaat er best wel een stuk van de crypto in. En nu, hoe kijk je nu naar de toekomst? Want je zei net, ja, ik denk dat we de komende jaren dit nog gaan voelen. Dat ze gaan proberen om toch die middenweg te vinden zonder dat het publiek boos wordt. Zonder dat we die hyperinflatie gaan zien. Maar dat is een heel wankel paadje, heel lastig paadje om te bewandelen. Hoe schets jij nu de komende periode? Ja, het is een balancing act. Ik zou niet graag nu in de schoenen staan van onze bewindslieden. Want ik begrijp al heel goed waarom ze nu iedereen geld geven. Want je wil niet, als je kan kiezen tussen de economische dood nu of later, ja, dan doe je toch die op een later moment. Uiteindelijk hangt het heel erg af van hoe snel zijn we af van deze COVID-problematiek. En je hebt daar natuurlijk allerlei een mening over in hoeverre terecht is dat we lockdowns hebben, ja of nee. Maar even los daarvan gaat het erom hoe lang gaat dat door. En als het nog heel lang doorgaat, ja, dan is er nog heel veel extra geld nodig. Althans, er zal nog heel veel extra geld worden gecreëerd. En zal dat de komende tijd in ieder geval leiden tot meer inflatie op de beurzen. Crypto, geld, maar ook waarschijnlijk TZT wel in de goederen die wij in de winkels kopen. Met name omdat je natuurlijk ook heel veel deglobalisering gaat zien de komende tijd, waarbij productie weer thuis wordt gebracht. En dat heeft een prijsopdrijvend effect ook. Je ziet al best wel veel categorieën in prijs stijgen. Dus ik ben erg benieuwd hoe de inflatie zich ontwikkelt de komende tijd. Maar als dit zo doorgaat, dan zie ik dat echt wel toenemen. Als je het in het kamp deflatie-inflatie zit ik zeker wel uiteindelijk in het inflatiekamp. En waarom is dat precies, want we zien bijvoorbeeld, ondanks dat er heel veel geld wordt geprint, dat de omloopsnelheid van het geld juist ontzettend laag is momenteel.
Ja, klopt. Dat is natuurlijk Jim Ricketts punt ook. Van ja, zolang die volatiliteit heel laag is en houden mensen het geld vast. Maar het is maar net wie je het geld geeft. Als je met name de onderklasse geld geeft die geen geld heeft en het geld nodig heeft om boodschappen te doen, ja, dan zal je de volatiliteit wel zien toenemen. Maar als je de middenklasse geld geeft, ja, die gaan waarschijnlijk schuld afbouwen. Maar uiteindelijk gaat het om de hoeveelheid. Als je maar veel genoeg heeft, dan komt het wel. En je kunt het geld natuurlijk ook nog oormerken. Je kunt zeggen, nou, dit geld geldt alleen maar als je het hier en hier spendeert. Of dit geld heeft een tijdelijke een houdbaarheidsdatum. Dat het binnen een maand moet worden opgemaakt. Als ze willen, krijgen ze inflatie. Deflatie is het grootste gevaar. Misschien hyperinflatie is nog groter gevaar. Maar ja, dat is de bandbreedte waartussen ze moeten opereren. Maar deflatie willen ze echt niet. Daar zijn ze hartstikke bang voor. En ze kunnen inflatie krijgen. Ze moeten gewoon nog wat beter hun best doen. Als ze zouden willen. Jij zei daarnet, je kunt hyperinflatie krijgen of je kunt krijgen dat het systeem ploft. En dan vraag ik me af, ik stel me altijd voor, het ploffen van het systeem stel ik me voor als hyperinflatie. Lijkt me een heel goed voorbeeld van ploffen van het systeem. Maar hoe stel jij het ploffen van het systeem voor? Nou ja, laten we focussen op de euro, want daar wonen we. Ik heb altijd kritiek gehad op de ECB dat ze al die QE-programma's draaien. Maar ik heb laatst wel een soort van een change of mind gehad. In de zin dat ik sprak met Francis Coppola, dat is een bekende econoom die ook heel erg aan de linkerzijde zit. MMT, die hoek. Die gaf Modern Monetary Theory. Ja, de ECB moet wel, want de ECB heeft natuurlijk een inflatiedoelstelling van 2%. Maar de ECB moet de euro wel redden en zuidelijke staat ondersteunen. Want als de ECB dat niet doet en die staten stappen uit de euro en de euro komt te vervallen, dan heb je alsnog natuurlijk dan in euro gemeten ga je dan hyperinflatie krijgen of in ieder geval een system meltdown. En dat staat haaks op het mandaat van de ECB. Dus gegeven het mandaat van de ECB moeten ze doen wat ze doen. En dat kun je heel vervelend vinden, maar eigenlijk moet je dat niet de ECB kwalijk nemen, maar de politiek. Dus onze regeringsleiders en in Nederland dan natuurlijk Rutte met name, die moeten komende maanden duidelijkheid scheppen over wat is het idee met Europa. Want nu gaan we langzaam zeker die politieke unie in, terwijl er eigenlijk weinig draagvlak voor is. En daar moeten we open met elkaar over communiceren, nog voorafgaande verkiezingen. Maar om terug te komen bij jouw vraag, ja, ik zie dan bijvoorbeeld in de eurozone, als Italië uiteindelijk, stel dat de ECB het opkoopbeleid stopt en Italië houdt die enorme overheidstekorten, ja, dan gaat die rente op een gegeven moment door het dak. En als Italië uit de euro zou stappen, ja, dan zal de hele euro, denk ik, ophouden te bestaan. En dan krijg je dus een reset. Om Willem Middelkoopse woorden te gebruiken, een big reset binnen Europa. En ja, wat je dan voor dynamiek krijgt, ik weet het niet. Waarschijnlijk een euro of anderszins. Of nieuwe allianties binnen de Europese Unie. Maar dat is wat mij betreft wel dus een voorbeeld van een collapse. Is dat ook het moment waarop Bitcoin zou kunnen gaan floreren? Ja, dat is de vraag. Ik was in Cyprus in 2013 toen het daar helemaal instortte. En toen maakte ik een documentaire met Michai van Bitcoin Magazine. Ook een van de oprichters van Ethereum. En toen ging de Bitcoinprijs door het dak ook. En we zagen hem toen live door de $100 gaan. En iedereen had toen het idee van oké, dat had heel erg te maken met Cyprus. Maar analyses later, jaren later, lieten zien dat meer correlatie was dan een oorzakelijk verband. Mm-hmm. En tijdens de meest recente crisis, natuurlijk met name in maart, toen alle beurzen instorten, ging Bitcoin net zo hard naar beneden en goud ook. Omdat en mensen de stijging nu kan ook gewoon komen door een soort van inflatie als gevolg van geld bijdrukken. Ja, maar dat zou dan wel weer in kunnen. Als inderdaad nog veel meer geld wordt gecreëerd om systemen in leven te houden. Ja, dat geld zal uiteindelijk ook weer zijn weg vinden, denk ik. In crypto. Dus in die zin, ik gisteren getweet dat ik bullish ben. Ja, gegeven de omstandigheden waarin we zitten en mijn verwachting van wat het monetair beleid gaat zijn de komende tijd, zie ik genoeg reden om bullish te zijn, zowel voor crypto als voor goud. Ja, ik heb nog aan de correspondentie die we vooraf aan deze podcast hadden overgehouden, dat we het ook nog over Bitcoin ETF zouden hebben. Klopt dat? Die heb ik even gemist dan. Oh, nou, dat dacht ik. Heb die meme ook gemist. Maar... dan gaan we daar een andere keer weer. Misschien heb ik een teamfoutje gemaakt. Ja, dat is okay. Maar ja, dan heb ik dat verkeerd. Heb je soms met dyslexie. Hebben we verder nog dingen? Heb je nog tweets bijvoorbeeld? Ja, ik zat net nog eventjes te kijken. We hebben dus gehad over MMT. Want jouw gedachte daarover is... Hebben we dat duidelijk helder nu? Nee, dat heb je in het voorbijgaan even genoemd. Ja, je had een aantal geleden dat je Han de Jong hierover... Precies. Ja.
Ja, dus de theorie dat geld bijdrukken eigenlijk helemaal geen kwaad kan als er maar wat te kopen valt. Ja, nou, de theorie is natuurlijk wel iets genuanceerder. Mits er geen inflatie komt. Hè. Dat moet er altijd wel worden bijgezegd. Maar de theorie MMT, wat het goede aan MMT is, als je die boeken leest, dan krijg je een heel goed begrip van hoe het huidige financiële systeem werkt. Dus het descriptieve gedeelte, het beschrijvende gedeelte van MMT is heel erg verhelderend. Ook voor goldbugs en bitcoin fanboys, zoals Kees jullie noemt. Maar MMT slaat vervolgens door, wat mij betreft, in het adviserende stuk. Namelijk dat je als overheid gewoon zoveel mogelijk dat geld moet gebruiken, je eigen munt. Ja, je rekening kunt betalen om, met zelfgedrukt geld. Om met name in tijden van werkloosheid en lage inflatie om die economie aan te jagen. En zolang er maar geen inflatie ontstaat. Maar goed, daar kunnen we een heel groot debat over hebben. Over wat is inflatie dan? En is deflatie per se slecht? Ja. Dus dat is denk ik, gaat verder dan de scope van dit gesprek. Maar ik denk zeker dat MMT een opmars bezig is. Dat het herstelfonds in de Europese Unie van 750 miljard eigenlijk ook wel aansluit. MMT in de praktijk. MMT. Ja, in zekere zin wel. Ja. Ik heb nog één laatste vraag. Dat is een vraag van Laurens. En Laurens zegt, gezien dit monetair systeem aan zijn einde is, dus even een aanname, wat verwacht je hierna? Ben je een voorstander van een goud- of zilverstandaard? Om weer helemaal terug te komen naar waar we in het begin mee begonnen. Ja, nou kijk, wij zitten nu dus in een dollarstandaard. En ik denk dat op een gegeven moment al eindig is. Dat kan ook niet anders, want het is gek om de reservemunt te hebben als in dollar, terwijl de machtsverhoudingen en de handelsverhoudingen in de wereld natuurlijk fundamenteel anders zijn dan toen dit tot stand kwam. Dus China zal met name een rol moeten kunnen gaan spelen. Dus dan zou je kunnen kijken naar misschien een wereldmunt zoals de SDR, wat door het IMF wordt gemanaged. Maar daar zijn ook heel veel haken en ogen aan. Maar ik denk dat je het misschien in die hoek moet zoeken. Tegelijkertijd, we hebben binnen Europa al heel veel moeite om samen te werken. Laat staan dat je dan op wereldniveau een of andere munt moet managen. Maar gewoon, er zijn best wel veel mensen die zeggen dat goud daar weer misschien een rol in zou kunnen gaan spelen. Dat zou kunnen. Je ziet wel dat opkomende markten, dat die centrale banken natuurlijk goud aan het kopen zijn. Ja. En dollars aan het verkopen zijn. Maar Han de Jong heeft ons uitgelegd dat die gouden standaard echt niet handig is, want dan kun je geen monetair beleid meer voeren. Ja, maar dat is natuurlijk het eeuwige debat tussen hardgeldmensen en zachtgeldmensen. Hardgeldmensen zeggen van ja, maar wacht even, dat moet ook niet. En zachtgeldmensen zeggen dan ja, maar in tijden van een crash, dan moet je toch een flexibele hoeveelheid hebben. Maar hardgeld zegt dan van ja, maar die crash had je kunnen voorkomen door überhaupt niet over te stappen op zachtgeld. Dus dat debat zal denk ik nooit worden beslecht. Dat is inflatie-deflatie debat. Ja. Ja. Goed, dat debat zal nooit worden beslecht. Dan houden we er maar mee op. Nou, dat is dan wel jammer. Wou je nog iets kwijt? Nee, zijn we alweer aan het einde, joh. Nou, we zijn al een uur en 5 minuten alweer bezig. Je moet er gewoon een keer een Joe Rogan versie van maken. Drie uur lang. Goed idee. Dit debat komt nooit tot een einde, dus gaan we maar gewoon door. Kan ook, ja. Nee, ik heb verder niks toe te voegen. Ik vond het leuk om de depositobank af te sluiten hier. En nogmaals mijn grote dank aan mijn kompanen. Die Richard en Niels, met wie we dit samen gedaan hebben. En met name Richard voor het bedenken van het idee. Ik had hem ook nog gevraagd, wil je erbij zijn? Nou, die had daar nu geen behoefte aan. Maar ik wil hem toch nog even op deze plek bedanken voor de inspiratie en het avontuur. Heel mooi. Mooi. Dankjewel, Paul Buitink. Dankjewel, Madelon. Herbert, jij bedankt. Voor de CryptoCast moeten we nog eventjes kwijt dat je ons kunt delen op Twitter. Dat je reviews kunt maken op iTunes/Apple Podcasts. Ja, ik ben heel benieuwd wat de luisteraars van deze podcast vonden. Dus laat het vooral eventjes weten. Met de mention @CryptoCastNL. Like, subscribe en comment. Ja, zeker. Kan ook allemaal. Moet je naar beneden wijzen. Jij weet precies waar. Hieronder en daar zit dan dat duimpje. Daar kun je ook nog even op drukken. Als je deze aflevering leuk vond. Tot zover CryptoCast 127. Allemaal tot de volgende week. Tot de volgende CryptoCast. Dag allemaal.